Op de toren zijn ze bezig met het afbreken, dus het uithalen van alle slechte natuurblokken, het demonteren van hoektorentjes en het slechte metselwerk en het slechte voegwerk te verwijderen. Ik denk dat, zeker ook voor de kwarkwerk van Mespelaar, werken op hoogte een zeer groot risico is. En we merken ook dat miscommunicatie met derden, mensen die van andere landen komen en met ons samenwerken, dat dat ook een zeer groot risico is en vormt. Wel, bij Monument zetten wij veiligheid op de eerste plaats. En dat betekent dan ook dat we elke vergadering, intern en extern, altijd starten met het onderdeel veiligheid. De toolboxen worden iedere maand vernieuwd. Dus er is altijd een ander onderwerp die eruit komt. Dus ook de arbeiders zelf kunnen vragen stellen, kunnen ook suggesties geven wat er kan verbeterd worden. De toolboxmeetings worden in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk ook vertaald. Dus wij hebben wel iemand die Portugees spreekt, iemand die Roemeens spreekt enzovoort, zodat die mensen in hun eigen taal zoveel mogelijk de veiligheidsrisico's kunnen aangeleerd worden. Ja, de laatste tijd moet ik zeggen dat ik veel meer rechtstreekse vragen kreeg of participatie van werknemers. Bijvoorbeeld als ze naast ons een andere aannemer, die eigenlijk niets met ons te maken heeft, ook aan het werken is, maar die wel invloed heeft op onze werken, dan stellen onze werfleiders ook wel vaak de vraag van: kan dat daar wel zo? Is dat niet gevaarlijk voor ons? Moeten we dat niet melden? Dus ik vind wel dat er zeker vaak naartoe gekeken wordt. Veiligheid, stabiliteit van gebouwen enzovoort komt toch vaak aan bod bij ons. De campagne brengt ons allemaal bij van mensen, let op, doe er iets voor. En het is voor je eigen, het is voor je eigen best wel. Hè? Ja, wij vinden dat een zeer goed initiatief, omdat de bouw al decennia worstelt met een minder imago qua veiligheid. En deze campagne zorgt natuurlijk voor dat elk bedrijf actief zal kiezen om veilig te werken en veiligheid als prioriteit te hebben. Je zal niet elk bedrijf vanaf het begin meekrijgen, dus het zal een effect hebben op langere termijn. En meer en meer bedrijven zullen die preventiereflex moeten maken. En dat kan alleen maar door het te blijven herhalen, zoals dat wij ook doen met onze toolboxen en met onze instructies, verwachten wij ook dat Confederatiebouw daar jaar na jaar verder op hamert totdat 99% mee is. Als je veilig werkt, dan zal een opdrachtgever ook al minder moeilijk doen als er een keer iets niet helemaal in orde is. Al de documenten zijn in orde, een vraag wordt gesteld, de info wordt gegeven binnen de dag bijvoorbeeld. Dan loopt een werk 10 keer gevlogen. Ja, dus zeker is er een positieve omwenteling. En zeker bij ons in de firma, want daar wordt er enorm veel geld aan besteed natuurlijk. En ook veel moeite, veel uren, maar het brengt op. Ja. De enige tip dat ik kan geven is, spring mee op die veiligheidskar. Want het helpt al de rest veel sneller vooruit.